is voor mij nog over. Ik moet niet meer op zijn honden pakken. Ze blijven hier in die stad. Eerste 125 meter. 13, 37, 14, 3, 15 van een seconde. Voorsprong voor Mike Lohan. Halve seconde voorsprong nog steeds Mike Lohan. De rechte is 255 meter. 23, 9, 0, 23, 5. Mike Lohan nog steeds met bijna een halve seconde aan de leiding. Gilbert Klein. Verschil 4.139.000 van de seconde. Wie die meter voor jullie meter gaat ze naar toe. 4.07, dus wereldhoofdman is een komst. Het is beetje voor beetje. U mag er best achter staan. Het is een strijd echt. 3/10 van de seconde, ze komt terug. Wereldhoofdman knapt voor alles wat ze waard is. Het wordt 2/10 van de seconde. Mike Lohan, natuurlijk fantastisch aan de leiding, maar het verschil is nog maar 3/10 van de seconde. Mike Lohan heeft haar wedstrijd dus goed ingedeeld. Ze gaat er toch nog. Het voordeel wordt 4/10 van de seconde. Dat betekent dat Mike Lohan dus echt haar wedstrijd goed heeft ingedeeld. We gaan kijken, 1250 meter. Verschil 16 seconden voor Mike Lohan. Proberen we nog een keer op de tweede aandacht te komen. Verschil tot naar 19 van de seconde in het voordeel van Mike Lohan. De bel gaat luiden voor beide coureurs. We zitten nu in de aankomst. Eindtijd van